Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets van Barbie voor jullie en dit is de hondenbadset. Dus dit is een Barbiepop met een hond en volgens mij zit er ook nog een flesje shampoo bij, net zoals een badje. De set is van Mattel en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze hond, die ziet er zo uit. Hij lijkt best wel op een Golden Retriever of misschien een beetje een Labrador soort. En dat is Barbie's huisdier. Met deze set kun je de hond wassen. Je kunt hem dus in het badje zetten. En als je dan erop drukt, dan gaat hij zich uitschudden. En dan kun je hem daarna wassen met wat badschuim. En ik geloof dat dat er niet bij zit, maar goed, dat geeft niet. Dan kun je zelf gewoon wat pakken, iets van douchegel of zo. En we gaan de set eerst eens eventjes uitpakken en beter bekijken. Zo, we gaan eens kijken wat er allemaal bij zat. Uiteraard een Barbiepop. Een klassieke Barbiepop is dit, met lang blond haar. Het ziet er wel een beetje plakkerig uit. Soms heb je dat met Barbies, dat het haar niet zo mooi is, dat het een beetje... dat ze wat vette plukjes lijkt te hebben. We hebben zelfs ook al video's gemaakt waarin we laten zien hoe je Barbies haar weer mooi kunt maken. Barbie heeft dus blond haar, blauwe ogen. Ze heeft een roze shirtje aan met witte stippeltjes. En dan heeft ze een borstel in de hand om de hond mee te kammen. Deze arm die is een beetje gebogen bij de elleboog. En ze draagt verder een kort blauw broekje. Bij de knieën kun je deze Barbie ook bewegen. Dat is vaak ook verschillend bij Barbies. Deze kan dus ook zitten. En in de haar heeft ze nog een turquoise haarbandje in met een strik erop. Dan gaan we eens even kijken naar het belangrijkste van deze set. Dat is namelijk onze hond. De hond die is lichtbruin. En die heeft hier om zijn nek nog een halsband. Die moet ik er even afhalen. En dan kan ik hem ook weer vastmaken. De hond is best wel bewegelijk. Die kan zijn staart ook bewegen. En de pootjes, dat is natuurlijk ook wel nodig omdat hij zich uit kan schudden. Dan hebben we hier een soort van leeg flesje, een soort shampoo flesje. Je kunt daar zelf dan wat douchegel in doen of shampoo of wat dan ook. Zo, ik heb wat water in het badje gedaan. En onze hond is er klaar voor, net zoals Barbie. Hier heb ik een flesje, daar heb ik water in gedaan. En een drupje douchegel. Nu ga ik dat even schudden. Hierboven moet je even je vinger erop houden, want anders komt er wat uit. Zo, dan zet ik het hondje even in het badje. Dan druk ik hem naar beneden, dan houd ik hem vast. Want als ik hem loslaat, dan gaat hij zich uitschudden. En nu kan ik hier het schuim eruit knijpen. Het is belangrijk dat je het recht houdt, het flesje. Dat klinkt misschien onlogisch, maar dat moet wel. Maar ik vind dat dit niet genoeg schuim is. Dus ik doe er nog een behoorlijke lading badschuim bij. Zo, dan laat ik de hond los. Zo, de hond die ziet nu helemaal niks meer. Al het schuim zit ook in zijn ogen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Wel grappig deze optie. Je kunt hem zo naar beneden drukken. En daarna gaat hij heel hard schudden met zijn staart. En dan wordt de Barbiepop ook helemaal nat gemaakt. Dit was het dan over deze Barbie set. Met hond en bad. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Dan kun je dus spelen dat je het hondje van Barbie schoonmaakt. En het gaat ook prima met dat badschuim. Geef me een duimpje omhoog voor de video. Laat een leuke reactie achter. En vertel ook of jullie ook graag in bad gaan. En wat vind je dan het leukste om in bad te doen? Misschien bijvoorbeeld wel slijm. Ik ben erg benieuwd daarnaar. En als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je dan ook op het kanaal. Dan hoef je geen video meer van ons te missen. En dan blijf je altijd op de hoogte van nieuw speelgoed. Dat was het dan. Tot de volgende keer. Doei!